Stroom en gas. We gebruiken het iedere seconde van de dag. Waar we ook zijn. En samen gebruiken we in Nederland per jaar 100 miljard kilowattuur aan elektriciteit. We doen dat eigenlijk zonder na te denken. Net als het inademen van zuurstof. Je denkt er niet bij na, maar toch is het er. Logisch, want onze stroom- en gasvoorziening is voor 99,996% betrouwbaar en daarmee een van de beste energienetten ter wereld. Dus waar maken we ons druk om? Om dat ook zo te houden, wordt er elk jaar voor 2 miljard euro in ons net geïnvesteerd. Het wordt uitgebreid, vervangen en er worden slimme toepassingen aangedaan, zoals een net dat zichzelf herstelt na een storing. En toch, heel soms, gaat het mis. En is er een storing? Soms ligt het aan de netbeheerder. En soms ligt het aan onszelf. Als we graafschade veroorzaken bijvoorbeeld. Maar vervelend blijft het allemaal wel. Want we zijn inmiddels flink afhankelijk geworden van stroom en gas. Het is de kurk waar onze maatschappij op drijft. Op deze school doen de leerlingen digitaal examen. Dat moet natuurlijk wel goed gaan. En bij deze ijssalon smolt zowel het ijs als de omzet tijdens een stroomstoring. En dit ziekenhuis moest noodgedwongen overschakelen op een noodaggregaat. Want de gezondheid van de patiënt gaat natuurlijk boven alles. Omdat de netbeheerders er altijd alles aan doen om storingen zo snel mogelijk op te lossen, zitten we gemiddeld maar 23 minuten per jaar zonder elektriciteit. Dat is even lang als de bereidingswijze van basmati rijst. Of precies één aflevering van die bekende soap, zonder reclames. En zelfs minder dan een enkele treinreis Amsterdam-Zandvoort aan zee. De netbeheerders doen er ook alles aan om gas- en stroomstoringen te voorkomen. Maar 100% garantie dat u nooit een storing zult krijgen, kunnen ook zij niet geven. Mocht het u toch overkomen, bel dan direct het Nationaal Storingsnummer 0800 9009. Of kijk, als het kan, op www.gas-en-stroomstoringen.nl. Het helpt in ieder geval als u enkele voorzorgsmaatregelen neemt. Zoals voldoende contant geld in huis, eten en drinken, een radio met batterijen en eventueel een zaklamp. Zo bent u goed voorbereid. Want zeg nou zelf, zo'n storing, dat is al schrikken genoeg. Ha!